Onbekenden hebben vanmorgen een pinautomaat bij winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoren opgeblazen in een poging geld te stelen. Rond 5 uur was een enorme knal in de omgeving te horen. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek een pinautomaat van de Rabobank aan puin te liggen. De burgemeester van Uithoren kan polshoogte nemen. Gisteren nog werd het vernieuwde winkelcentrum feestelijk heropend. Het is niet duidelijk of de dieven iets buiten hebben gemaakt. De politie is nog op zoek naar de daders.